Beste innovators, op 14 oktober moeten jullie opnieuw naar de stembus om te bepalen wie deze stad de komende 6 jaar moet besturen. Reeds vele decennia wordt Ninove bestuurd door steeds dezelfde partijen. Ze deinzen er niet voor terug om de wil van de kiezer te negeren en doen er dan ook alles aan om toch maar aan de macht te blijven. Zo gebeurde het ook in 2012. De 4 partijen die de verkiezingen verloren, VLD, CD&V, SPA en Groen, smeden toen een monstercoalitie om toch maar de postjes te kunnen blijven verdelen en Forza Ninove aan de kant te zetten. En indien het nog mogelijk zal zijn, zal dit ook geschieden op 14 oktober. De linkse lijst Samen bijvoorbeeld, waar zowel CD&V, Groen, SPA als zogenaamde onafhankelijk een deel van uitmaken, is er niet gekomen om het zogenaamde gezamenlijk politiek project, maar is enkel en alleen maar ingegeven door pure machtswellust en postjespakkerij. De huidige coalitie is dus vast van plan om verder te doen. Wie dus voor een kandidaat van VLD, CD&V, SPA of Groen stemt, stemt voor de verderzetting van dit linkse beleid. Het kan echter ook anders. Het moet ook anders. Indien er een verschuiving komt van 1620 stemmen vanuit de meerderheidspartij naar Forza Ninove, heeft deze monstercoalitie geen meerderheid meer en kan er eindelijk werk gemaakt worden van een ander en vooral een beter bestuur. Het kiessysteem speelt immers in het voordeel van de grootste partij en dat is in Ninove Forza Ninove. Hoe groter de partij, hoe minder extra stemmen er nodig zijn om bijkomende zetels binnen te halen. En we zijn vast van plan om onze opmars verder te zetten. In 1994 werd ik voor het eerst verkozen in de Ninovse gemeenteraad. In 2000 slaagden we erin om van 1 naar 4 zetels te gaan en in 2006 sloegen we iedereen met verstomming door dat zetelaantal nog eens te verdubbelen. We gingen van 4 naar 8 zetels. En in 2012 werden we met ons vernieuwingsproject Forza Ninove de grootste partij van de stad. We haalden 9 zetels binnen en stranden op enkele tientallen stemmen van een 10e zetel. We zijn vast van plan om dit groeipad verder te zetten. Want Ninove heeft verandering nodig. Wie de laatste jaren niet op een of andere planeet heeft gewoond, heeft kunnen vaststellen dat Ninove Ninove niet meer is, zoals zoveel inwoners het verwoorden en me toevertrouwen. Onze stad is in snel tempo zijn eigenheid aan het verliezen en dit proces wordt nog versterkt door het linkse beleid in onze stad. Het kan dus en het moet dus ook anders. We hebben geen tijd te verliezen. Het zal er dus op aankomen om op 14 oktober zoveel mogelijk Ninoviders te mobiliseren om voor Forza Ninove te stemmen. De talloze reacties via mail, via de sociale media, de honderden nieuwe leden en duizenden geregistreerde kiezers doen ons het beste vermoeden. Iedereen voelt dat een groot deel van de bevolking snakt naar verandering, naar een efficiënt en krachtdadig bestuur dat de problemen durft aan te pakken. Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Met een volledig vernieuwde lijst en een duidelijk programma zullen we onze ambities kracht bijzetten. In vergelijking met 2012 staan er op onze kandidatenlijst niet minder dan 20 nieuwelingen. Mensen die voor het eerst de stap naar de actieve politiek zetten. Het zijn kandidaten met een diverse achtergrond die stuk voor stuk, ieder op zijn terrein, een meerwaarde betekenen voor onze partij. Ik ben trouwens ook fier om te kunnen meedelen dat er niet minder dan 15 zelfstandigen, waarvan 12 in hoofdberoep, bereid gevonden zijn om hun nek uit te steken voor onze partij. De Ninovse lokale middenstand is dan ook een belangrijke doelgroep. Op onze lijst staan trouwens ook 3 jonge 20ers die ons toekomstplan voor de Ninovse jeugd zullen uitdragen. En al deze nieuwelingen worden uiteraard gesteund door de grootste uitredende fractie in de OC&W en gemeenteraad, worden gesteund door mensen die reeds heel wat ervaring hebben opgebouwd. Onze kandidatenlijst is dus een ideale sociale mix en ik ben ervan overtuigd dat we op 14 oktober een zeer goed resultaat kunnen neerzetten met dit vernieuwde team. Via Forza TV en onze publicaties zal u later nog kennis kunnen maken met ons concreet programma. In het volgende filmpje kan u alvast kennis maken
Met onze nieuwe ploeg kan u alvast kennis maken met onze 33 kandidaten voor Forza Nino. Zie hier, beste kiezers, dit waren de 33 kandidaten waarmee we als Forza Ninove op 14 oktober naar de kiezers zullen trekken. Ik hoop dat u hen allemaal massaal zal steunen. Nog dikwijls krijg ik ook de vraag, hoe stemmen we eigenlijk het best? Voor veel kiezers blijkt het immers niet altijd zo duidelijk te zijn. Wel, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Wat u niet moet doen, is een kopstem geven, bovenaan de lijst. Ik wil u daarentegen wel oproepen om iedere kandidaat op de Forza Ninove-lijst, die u bijvoorbeeld persoonlijk kent, of waarvan u wenst dat gij een mandaat bekleedt voor onze partij in de gemeenteraad, om al die mensen een voorkeursstem te geven. U kleurt dus binnen de Forza Ninove-lijst het bolletje vooral de namen van uw favoriete kandidaten en dit zoveel u maar wilt. Meer dan dat is het eigenlijk niet. Ik wil u namens al deze kandidaten alvast danken voor de steun aan onze partij. 1620 extra stemmen, dat is de uitdaging waar wij en hopelijk ook u voor gaan. 1620 extra stemmen, dat is de inzet voor de verkiezingen. Het zou zonde zijn deze unieke kans te laten liggen op een ander en vooral een beter bestuur in onze stad. We rekenen op u. Want elke stem telt. Ik dank u.